Dennis van der Heijden, hoe voelt het om van een draag van een wedstrijd een matchwinnaar te zijn? Ja, super natuurlijk, want als je zo tegen Telstar begint is dat natuurlijk kut en dan kom je ook nog eens 1-0 achter. En dan, dan maakt Mike een goede goal en dat ik dan mag scoren is al mooi, maar dat het uiteindelijk te winnen is al helemaal. Ik voelde hem al aankomen dat ADO hier weer zou verliezen van Telstar. Ja, nee, dat wil je niet eens aanzien komen, maar gelukkig is het niet gebeurd en kunnen we weer ronden verder. Hoe voelde het voor jou om in het elftal te komen? Je mocht erbij als extra spits, jullie moesten volle bak gaan pressen. Uiteindelijk vallen de doelpunten ook, maar het was ook wel een beetje vechten tegen de Bierkaai af en toe. Natuurlijk, ja, je moet vechten, want dat is niet anders. En uiteindelijk uitdoet zich in goals en gelukkig zijn het er genoeg vandaag om binnen te afsluiten. Je naam werd al vroeg gescandeerd, wat doet dat met je? Ja, het doet mij goed, dus ik geef vertrouwen en gelukkig kan ik het vandaag terugdoen aan de supporters met een goal. Mike Havenaar scoort, die moest ook scoren, dat is jouw concurrent. Had jij misschien verwacht dat je vandaag al zou beginnen, omdat hij al een aantal dagen droog staat? Nee, ik ga niet vanuit dat ik basis sta. Hoe graag ik het ook wil, ik ga daar niet vanuit. Waarom niet? Omdat Mike Havenaar nou eenmaal eerste spits is en ik tweede. Maar goed, als de eerste spits niet in vorm is? Ja, dan zou het kunnen zijn dat de tweede spits een kans krijgt. Maar ja, voorlopig heeft de trainer vertrouwen in Mike Havenaar dat hij scoort, dus dat is goed. Heb je het idee dat je het na vandaag lastig hebt gemaakt om te kiezen voor de volgende wedstrijden? Ja, ik ben in vorm en ik voel me goed, dus daar zal het niet aan liggen inderdaad. Je maakt de winnende, je gaat door naar de volgende ronde. Op wie hoop je dan? Ja, ik weet niet eens wie er door zijn nog, dus we zien het wel. EWSB, Jodan Boys? Laat ze maar komen. Amateur of zeg je van liever een betaald voetbalclub? Ja, we hebben het tegen NEC moeilijk gehad en nu tegen Telstar hebben we het ook moeilijk. Dus ik denk dat we beter dit soort ploegen kunnen loten als een amateurploeg. Want die kan je nog eerder onderschatten en dit wat minder snel. Doet dat nog iets met jullie vertrouwen in aanloop naar AZ? Ja, het is lekker dat je weer een wedstrijd kan winnen en AZ thuis, die gaan we ook voor de winst, dus dat is mooi.